Tafeltennisvereniging Taverbo staat bekend om zijn hoog niveau. Maar afgelopen weekend werd er wel een heel speciale prestatie geleverd. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Marlotte, je bent derde geworden op het NK afgelopen weekend. Dat is een hele prestatie. Ja, in het dubbelspel inderdaad zijn we derde geworden. Met mijn dubbelpartner Brenda Vonk, echt supergoed. We waren lager geplaatst en we wisten een goed koppel uit te schakelen en kwamen toen in de halve finale. En is dan tijdens het toernooi dat je denkt van, we zijn in vorm? Ja, het ging absoluut heel goed. Hoog geplaatst dubbel uitgeschakeld met Tanja Helle onder andere, die Nederlandse Masters had gewonnen pas geleden. Dat is echt een goed dubbel. Het ging echt supergoed. En ook de halve finale ging goed tot 2-0 voor. Dus we waren heel dicht bij de finale, maar helaas net niet. Maar is er dan iets wat in je hoofd gaat van 2-0 en dat het dan ineens weg is? Nou, in dit geval, zij paste heel goed het tactisch plan aan. En daar hadden wij niet goed genoeg een antwoord. Wat moet ik dan aan denken? Zij gingen anders serveren. Daarvoor wisten wij de ballen elke keer kort te houden, zodat wij elke keer de eerste aanval, eerste opening konden zetten. En dat lukte daarna niet meer. En toen namen zij het initiatief eigenlijk in de wedstrijd over. Maar het blijft een goede prestatie. Absoluut, ja. Daar zijn we super blij mee. Hoe lang tennis je al tafel of tafel je al tennis? Hoe zeg je dat? Ja, ik tafeltennis je al? Ja, sinds ik 7 ben. Dus ik ben nu 30, dus 23 jaar. Ik ben hier in deze zaal ook begonnen met tafeltennis. En ik kom uit Bokstel en dit is altijd mijn club gebleven. En wat is er leuk aan tafeltennis? Ja, tafeltennis, er zit ontzettend veel in. Je kunt tactisch en qua, het is een hele technische sport, maar ook tactisch is er heel veel mogelijk, heel verschillende effecten. Dus gewoon, je kunt er echt heel veel mee, dat is gewoon heel leuk. Sanne, je bent 15 en een groot talent heb ik gezien. Ja. Hoe kom je nou bij tafeltennis? Er zijn zoveel sporten. Ja, het is mijn broer die begon ooit en ik had op een middag na school had ik niks te doen. En toen dacht ik van ja, ik ga een keer mee. Gewoon een keer ontdekken en toen, ja. En hoe oud ben je dan? Toen was ik 6, 7, denk ik. We hebben net Marlotte gezien, maar jij hebt ook iets gepresteerd. Vertel eens. Ja, op het afgelopen NK ben ik met Lin Schrijven, Nederlands kampioen dubbel geworden. En bij de enkel moesten we tegen elkaar in de finale. En toen ben ik tweede geworden. Tweede, dat is heel goed. Ja. Voor een jaar of drie ben je 18. De Nederlands kampioen is 19, hoor ik net. Waar wil je naartoe? Ja. Terwijl ik hoop dat ik dan ook op de NK mag staan. Het resultaat dat wordt nog een verrassing, denk ik. Hoe bedoel je? Nou, op mijn leeftijd was zij al veel beter dan ik nu, denk ik. Ja. Kom, Sanne. Ik hoop wel de finale of zo, de halve finale wel te halen. Nou, we houden jou in de gaten. Ja, dankjewel. Succes, hè. Dankjewel. Trots op Marlotte? Ja, tuurlijk. Supergoed. Ja. Goed. En wat gebeurt nou als Marlotte tegen jou speelt? Kansloos. Nee, dit gaat me te snel allemaal. Ja. We hadden vroeger bij Omroep Dommeland een collega die zat ook bij Taverbo. En dan, die kon ik wel op de kast jagen als ik zeg, ga je weer pingpongen vanavond bij Taverbo? Ja, mij maakt dat niet zoveel uit. Maar sommige mensen vinden dat vervelend. Ik weet niet hoeveel leden er zijn. Ik weet wel dat het wat minder is geworden, zeker in de coronaperiode. Omdat natuurlijk alle binnensporten dicht moesten. En toen hebben we laatst veel leden verloren. Ik weet niet precies de aantallen. Het is natuurlijk niet een van de grootste sporten in Nederland. Maar in boksen ga je het wel populair maken. Zeker na dit filmpje natuurlijk. Ja, in boksen doen we het eigenlijk hartstikke goed. We hebben een hele bloeiende vereniging. Zowel met de jeugd als met de volwassenen. Hebben we gewoon echt best wel veel leden relatief gezien vergeleken met andere plaatsen. En het heeft ook wel een aantrekkingsfunctie in de regio. Ook omdat we hier een goed niveau hebben staan. Je komt eigenlijk van heinde en verre hier bij Taverbo. Ja, uit de regio zeker. Omdat de sfeer is hier ervaren is als heel positief in combinatie met dat er ook echt goed niveau is. Ja, want jij geeft ook training hier? Ik geef ook training hier, zowel aan de jeugd als aan de volwassenen. Reden om hier te komen tafeltennissen zeg ik dan? Absoluut. Zeker doen. Tot hoeveel gaat het tegenwoordig? Tot 11. En je moet met 2 punten verschil winnen, of niet? Oh. Marlotte, ja. Het is 10-9 voor jou. Geweldig.